We gaan vandaag onze slaapkamer zien. Kom maar mee! Zit. Laat maar zien wat in je kast zit, maar. Kijk, kleding. Dat zit de kleding. Goed zo. Mijn prinsessenjurk erop. Hier zit al mijn speelgoed. Ik kan ook kijken in mijn krokodil. Kijk, ze hebben hier dus hun knuffeltjes in zitten. En hier hebben ze hun spulletjes in zitten. Boekjes, hier hebben ze hun leerprogramma staan. Mooi, hè? En hier nog meer spullen. Nog meer speelgoed, nog meer speelgoed. En het wordt gelijk allemaal eruit gepakt. We hebben hier twee mooie schilderijtjes staan. En ik zit nog een beetje in twijfel of we die op gaan hangen of niet. Ja, dat is voor verf. En dan hebben ze hier hun mooie poppenhuis staan. En daar hun babyborn spulletjes en daar bouwspulletjes. En dan staat dus hier hun mooie bedje met hun kledingkastje erin. Het bedje hiervan staat in de beschrijving. Ik weet dat heel veel mensen hier namelijk naar gaan vragen, want het is echt een superhandig bedje. Ze hebben hier achter de kleding ook nog super veel opbergruimte. Ja, dat is jouw jurk, hè, schatje. We hebben voor behang gekozen op deze muur. En dit vond ik zelf heel erg leuk en mooi behang. Een beetje neutraal en niet super kinderlijk, maar toch wel heel erg leuk voor een kinderkamertje. Voor de lamp hebben we deze simpele lamp van de IKEA gekozen. En die vinden de meiden ook heel erg mooi. Voor de gordijnen hebben we gekozen voor iets wat bij hun behang paste. En ook deze is van de IKEA met een mooie witte stang hebben we die bevestigd. Ja, deze vonden we wel heel erg leuk. En dan natuurlijk aan de andere kant hetzelfde gordijn. Het behang zal ik nog eventjes linken in de beschrijving. Ook gemaakt. Wat ook echt nog super leuk is aan dit bed, is dat Marley, want die slaapt beneden, hier een soort van eigen kastje heeft waar ze later een lampje neer kan zetten. Nu zet ze er nog even de fles en de knuffels neer. Dus dat is heel erg leuk. En hier zit nog iets waar je boeken in kan zetten. Nu zet Loen haar knuffels hier neer. Heeft ze nu even niet gedaan, dus het ziet er nu heel kaal uit. Maar hier zou je later ook nog iets van plantjes en boeken neer kunnen zetten. Wat ook echt heel erg leuk staat en best wel sfeervol kan zijn voor in de kamer. En dat was eigenlijk een beetje de slaapkamer. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Vergeet vooral niet te abonneren. Ons te volgen op Instagram. En dan zien we jullie gewoon snel weer met een nieuwe video.